Nou, we zijn eigenlijk op het idee gekomen om een astronomisch uurwerk te maken vanwege een voorbeeld wat Piet mij liet zien van de Hampton Court klok. En we hebben op de Hampton Court klok hebben we wat imperfecties ontdekt. En samen met Piet hebben we daar gewoon de nodige toevoegingen aan gebracht, waardoor het eigenlijk nu wel ja, beter voldoet dan in Engeland natuurlijk. Het is zeker een heel decoratief geval geworden. Ja. Nou ja, maar dan noem je het decoratief, dan vind ik wel dat je jezelf tekort doet natuurlijk. Want het is natuurlijk fantastisch, maar het is meer dan decoratief en buiten dat gewoon uitermate functioneel. Spannend, ja. Dan heb ik toch nog een functie. Oh, een beetje bescheiden. Ik had het goed met de asjes. Ja, dit gaat heel mooi. Ja, oké. Keurig. Ja, wat kun je er allemaal aan aflezen? Kun je dat eens opnoemen? Om te beginnen natuurlijk de tijd. Ja. De volledige kalender, dus de dag, de datum en de maand. En het teken van de dierenriem. En dan de positie van de maan in de dierenriem. En de schijngestaltes. En ook de ouderdom in dagen. En de positie van de stijgende dalende knoop. Als de maan en de zon beide in een knoop staan, dan is ergens ter wereld een zons- of een maansverduistering mogelijk. Dus ja, hij geeft, maar niet de aller ingewikkeldste, maar hij geeft toch aardig wat aan. Je had gelukkig ook een oud Engels uurwerkje, ja. Alleen gaand werken. Dat ja. Hebben we kleine wijzigingen erin aan en dat was toen heel geschikt voor dit geheel. En, er hoefde alleen maar een astronomisch werkje voor gemaakt te worden. En, dan hadden we dit. Piet zegt weer... Kleine wijzigingen. Piet blijft gewoon volharden in bescheidenheid. We hebben daar een aantal wisselraderen bij laten gieten en bijgevreesd. En het is gewoon echt een enorm... Een soort versnellingsbak is het. Vertragingsbak. Ja, versnellingsvertragingsbak, whatever. Maar ja, gewoon, ja. Het is meer dan wat kleine wijzigingen. Dat moet echt wel even gezegd worden. Dus de buitenkant toch echt klaar. En eigenlijk de cherry on the cake is het opwind. Ja, dat was een speciaal verzoek van jou. Het meest opwindende is het opwindmechanisme. Het is waarschijnlijk de enige klok in Nederland die binnen staat en buiten opgewonden kan worden. Ja. Absoluut. En dan hebben we dus nu, en dat is wel leuk, dat is er al veel te die kant op moeten draaien. Ja. Het is in totaal 25 kilo, wat de hele zaak aandrijft. Een mooi oud gewicht hebben we kunnen vinden. Doordat de snaar van de ene kant naar de andere gaat tijdens het omwinden, trekt hij dus aan die ketting door de muur heen via katrollen naar dat wijzertje wat je buiten rond ziet draaien van 0 tot 8. En daarop kan je zien dat 0 tot 8 geeft het aantal dagen aan dat de klok nog kan lopen. Nee, het is leuk. Je geeft mij tijdens het werk een volledige gevoel van vrijheid. En ik kan mijn ideeën uitvoeren precies zoals ik het eigenlijk wil. Je zit niet over mijn schouder mee te kijken van ho ho, stop.
Ik voel me heel vrij in mijn werk en dat vind ik een bijzonder prettig soort van samenwerking, dat mag ik wel zeggen. Dankjewel Piet, hartstikke bedankt.